Mijn naam is Romy en na een bewogen coronajaar ga ik samen met HVA-studenten op pad om handige tips en tricks te verzamelen en leuke activiteiten te doen om de zomer zo leuk mogelijk in te gaan. Elke week is er een prijs te winnen door mee te doen aan een challenge. Ik sta hier vandaag bij CREA en dit is zowel voor HVA als voor UvA-studenten. Hier kan je allerlei creatieve workshops volgen, zoals een fotografie-workshop. En ik krijg vandaag allemaal tips van Femco om mijn Instagram-pagina een stuk op te vrolijken. Hey Femco, jij kan me meer vertellen hoe ik leuke Instagram-foto's kan maken. Ja, dat klopt. En wat studeer jij? Ik studeer communicatie op de Hogeschool van Amsterdam. En daar zijn we heel veel bezig met content en creatie, waaronder dus ook fotografie. Hoe heb jij eigenlijk het coronajaar ervaren? Ik mis wel heel veel dingetjes, zoals sociale contact. Ik vind het heel jammer dat ik niet met mijn klasgenootjes rondom mijn tafel heb kunnen zitten om mijn projecten te maken. En dat het allemaal online moest gaan. Dus dat mis ik al het meest. Ja, snap ik. En heeft HVA je daar nog een beetje in kunnen begeleiden of hulp kunnen aanbieden? Nou, ik vind wel dat ze veel support bieden. En ook leuke initiatieven hebben. Dus dat is wel heel fijn. Vandaag gaan we foto's maken. Waar gaan we starten? We beginnen met het uitzoeken van een leuke en een zomerse outfit. Dus daarvoor gaan we naar het fotografielokaal. Nou Femke, ik heb hier echt een tas met allemaal kleding meegenomen. Ik heb eerst dit jasje aan. Ik dacht, die is wel heel leuk. Oké, ik vind het wel een heel leuk jasje. Ja, ik heb ook nog een hele leuke zonbril. Ik dacht, nou, die doe ik even zo op. Maakt het wel zomers, toch? Ja, dit is wel heel zomers, maar dan zie je je ogen niet meer. Dus dat zou ik voor nu even skippen. Ja, ik zeg, laten we gewoon even voor het shortje gaan. En dan dit zomerse blouseje. En dan misschien opleuken met een leuk sjaaltje erbij. Oké, Femke, is dit een beetje wat je in gedachten had? Ja, helemaal goed. Ja, en wat is de volgende stap? Dan gaan we nu op zoek naar de geschikte locatie. Bij een locatie let je er dus op dat het niet te donker is en ook niet te rommelig. Dus hier gaan we geen foto maken. Nou, dit vind ik nou echt een super locatie. Het is mooi lekker ruim. Ik zie een kleurrijke achtergrond en er valt genoeg licht binnen. Vet veel licht. Dus als ik hier ga staan, dan krijgen we sowieso de goede foto. Nou, als je hier gaat staan, dan is er heel veel tegenlicht. Kijk, zoals je ziet ben je nu helemaal donker. Want je moet eigenlijk nooit met je rug tegen het licht gaan staan. Daarom gaan we juist in het licht staan. Nou, ik heb mijn outfit aan, we hebben de plek gevonden en we hebben goed licht. Wat is de volgende stap? Ja, klopt. We gaan nu op zoek naar de juiste hoek. Voor de juiste hoek ga ik op afstand staan, want dan kan ik je hele outfit zien. Mm-hmm. En ik ga iets van onder, want dan lijkt je mooi lang. Oh, nog langer. Ik denk dat de juist perfecte foto er wel tussen zit. Ja? Oké. Laten we naar de volgende stap gaan. En dat is de nabewerking. We willen echt een zomerse foto creëren. Daarvoor gooi ik de helderheid iets omhoog. Ik pas het licht wat aan, dus ik doe wat meer exposure erbij. Ja. En ik gooi vooral ook de verzadiging omhoog, want dan springen de kleuren er extra uit. Oh, dat vind ik echt een hele goede tip, ja. Dit waren al mijn tips om een goede zomerse foto te maken. Dus laten we naar buiten gaan, dan kan je het zelf ook proberen. Oh ja. Nou Femke, hartstikke bedankt voor al je tips die ik vandaag heb gekregen. Nu weet ik zeker hoe ik de perfecte Instagram foto kan maken voor mijn account. En nu heb ik een leuke challenge voor jullie waarbij je echt een hele toffe prijs kan winnen. Namelijk een fotografiecursus bij CREA. Wat moet je hiervoor doen? Maak een lekkere zomerse foto. Upload deze op je Instagram story. Tag hierbij de Hogeschool van Amsterdam. En gebruik de hashtag HVA de zomer in. En wie weet win jij deze prijs. Stay tuned, want volgende week komt er weer een nieuwe challenge aan.